De Partij van de Burgers heeft samen met het CDA en de VVD vragen gesteld over de overlast en huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Tiel. Bij de diverse Tielse fracties komen regelmatig berichten binnen over buitenlanders die overlast veroorzaken. Het gaat hierbij om geluidshinder, drankmisbruik en bedreigingen. Het gebeurt met name in en rondom het centrum van de stad. De fracties willen weten van het college of men op de hoogte is van de klachten en, zo ja, wat men hier aan denkt te gaan doen. Opvallend is dat de gemeente Tiel, nadat de brief door de drie partijen aan het college is verstuurd, melding heeft gemaakt van het feit dat men een veiligheidsmonitor in de gemeente Tiel gaat houden. 829 inwoners van de stad worden ondervraagd over de veiligheid. Vragen die aan bod komen zijn onder andere, bent u de afgelopen maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? En woont u in een veilige buurt? De resultaten van het onderzoek worden in maart 2017 verwacht.